Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Allemaal welkom in deze samenkomst. Wat is het goed om samen te zijn. Amen. En weet je, de Heer heeft ons bij elkaar gebracht. En wat nou zo bijzonder was, onze zuster deelde net iets over, ja, uit Lucas 10. Nou, ik ga zo wat delen uit Lucas 12. En het sluit juist daarom ook zo mooi aan met dat wat de Heer me op mijn hart gelegd heeft om vanmiddag met u te delen. Voor mensen die mij niet kennen, ik ben hier niet voor de eerste keer. Maar het is een poosje geleden dat we samenkwamen, toen in de school. Maar ik ben dus Hans Griffioen, ik ben evangelist. Ik spreek op verschillende plaatsen en gemeentes in Nederland. Ik heb dus een eigen bediening en stichting New Life Ministries. Van waaruit wij, en waaruit ik ook verschillende activiteiten doe. Dus ook regelmatig evangeliseren op straat. Maar ook dus de spreekbeurten. En evangelisatiecampagnes in dit geval Nigeria. De Heer heeft mij op een bijzondere manier bepaald en op het pad gebracht om naar Nigeria te gaan. Dus ik ben in 2018 daar voor het eerst geweest. En sinds die tijd ga ik elk jaar naar Nigeria voor een campagne van een week. Helaas kon het vorig jaar niet gaan, maar we verwachten en bidden dat we dit jaar toch weer kunnen gaan. Het zou mei zijn, maar we hebben het nu verplaatst naar november. In november hopen we weer naar Nigeria te gaan. Een geweldig mooie tijd, een geweldig mooie bediening die de Heer op mijn hart gelegd heeft. En het is heel lang mijn verlang al geweest om het woord te verspreiden, het woord van God te delen. Amen. Ik wil het u lezen uit Lucas 12, vanaf vers 29 tot en met vers 34. Lucas 12, vers 29, daar staat het volgende. En u vraagt niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. En vers 34 zegt dan, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En daar wil ik met u over nadenken. En dat heeft het met elkaar te maken, dus daarom dat ik vanaf vers 29 begon te lezen. En ik zal er best nog wel terugkomen, iets over zeggen. Maar het ging mij vooral om vers 34, daar, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Maar het heeft dus natuurlijk wel te maken met je zorgen maken en met dingen die ons bezig kunnen houden. Als de Bijbel zegt daar, als de Bijbel zegt over je schat en over het hart, zijn twee belangrijke elementen uit deze tekst. Daar waar je schat is, dat heeft dus te maken met alle verborgen dingen, alle schatten die je verzamelt hier op aarde eigenlijk. Als je denkt aan het woord schat, dan is het eigenlijk een schatkamer waar je dingen verzameld hebt. En waar je misschien erg je hart naar uitgaat. Maar een schat kan ook zijn, ja kijk, je zegt ook met mijn vrouw ook wel eens, je bent een lieve schat. Dat is ook mijn schat. Maar dat bedoelt de Bijbel er niet mee. Hoewel, je kan daar natuurlijk zo je aandacht voor vestigen en alles belangrijk vinden dat je vrouw boven Jezus staat. Maar eerlijk gezegd, ik hou van mijn vrouw. Ik ben al 41 jaar getrouwd. Maar Jezus staat wel bovenaan. Dus ze is mijn schat, maar het is een grotere schat voor mij. Maar dus als je denkt aan schat, dan kan het ook te maken hebben met bepaalde gedachten die je koestert en die jou zo bezighouden. Waar je zo in mee kunt gaan en waar je zo bij stilstaat vaak en aan moet denken. Dan kan dat een gevaarlijke plek zijn. Want daar gaat je hart elke keer naar uit, daar waar je schat is. Ik weet niet of hier verzamelaars zijn die elke keer heel vaak dingen verzamelen en vaak thuis dingen helemaal hebben. Er is zo'n tv-programma die dan af en toe dat soort mensen volgt. Hele bijzondere, unieke mensen en die verzamelen zoveel dat ze bijna hun huis niet meer in kunnen. En dus allerlei schatten verzamelen. En dat is waar God ook zegt, ja, we kunnen ons zo bezighouden met, ja weet je, natuurlijk het is leuk om een hobby te hebben, maar sommige hobby's lopen uit de hand. Ik heb een zwager die verzamelde sleutelhangers, openers, flessenopeners. Allerlei soorten en maten.
Nou goed, die hobby was niet uit de hand gelopen. Hij had er wel heel veel. En dan moest hij laatst een aantal jaar geleden verhuizen. Dus toen was het toch wel even een ding. Waar hij toch wel even wat mee moest. Maar in ieder geval, we kunnen zo bezig zijn met dat wat we op aarde ons bezighoudt. En daar kan ons hart naar uitgaan. En je hart heeft dus niet te maken met de pomp die rondgaat hier. Maar ook daar heeft het te maken met jouw innerlijk, jouw inner wezen gaat continu uit naar dat wat jou op de aarde bindt. En we kunnen eraan gebonden zijn, aan waar onze schat is. Nou, en de Heere die wil ons eigenlijk duidelijk maken door het woord van vanmiddag, dat ons hart en onze schat niet hier op de aarde moet zijn. Maar dat ons hart moet uitgaan naar een schat in de hemel. Daarom ben ik God heel dankbaar dat ik dit werk mag doen. En ook het uitreiken aan mensen. En mensen van de Heer vertellen. En mensen tot de Heer leiden. Vaak ook bidden met mensen. Omdat dat is iets wat dus eeuwigheidswaarde heeft. En daarmee een schat in de hemel wordt gecreëerd als het ware. En daarom, het is niet dat ik het alleen daarom doe. Omdat ik daar die schat wil hebben. Ik wil het gewoon doen uit liefde voor Jezus. En wat hij mij geroepen heeft. Maar de vraag is wel, wat houdt jou bezig vandaag? En waar maak jij je enorm druk om vandaag, de dag? En er zijn genoeg dingen, en onze zuster zei het al een beetje, er zijn genoeg dingen waar we inderdaad heel druk mee bezig kunnen zijn. En waar onze tijd en aandacht toe kan gaan. Misschien is er wel een tv-programma wat jou zo bezig kan houden. Goede tijden, slechte tijden, noem het allemaal op. Ik kijk er niet naar, je ziet het altijd voorbij komen af en toe als je even wat aan programma's zoekt. Er kunnen zoveel dingen zijn. Er kan een hobby zijn die jouw hart zo te pakken heeft. Dat je daarmee je tijd met God op een andere prioriteit krijgt. Mensen zeggen wel eens, ja, ze hebben over Bijbel lezen en over bidden. Ik heb geen tijd om te bidden, ik heb geen tijd om Bijbel te lezen. Ik denk, oké, maar hoeveel tijd kijk je op televisie? Hoeveel tijd ben je kwijt aan Facebook? Hoeveel tijd ben je aan kwijt aan social media? Wat heeft jouw prioriteit? En waar gaat jouw hart naar uit? En de Heer waarschuwt ons daarvoor. En daarom staat hier ook die tekst. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En we kunnen ons ook inderdaad zorgen maken of bezig zijn met, ja, met voeding, met eten. Met wat zal ik eten, wat zal ik... Het doet ons soms ook zo hoor, dan zie ik je morgens aan het ontbijt en zeg, ja, schat, dat zullen we vanavond eten. We hebben het ontbijt nog niet eens op. Oké, nou goed, dus soms is het goed om even na te denken, je moet wel eens wat voorbereiden. En het is niet zo dat we daar dan de hele dag mee bezig zijn. Maar ook dan al, dan denk je, oké, waar maak ik me druk om, dat zien we vanavond misschien wel. Hè? Maar goed, dat is ook altijd even de balans ook weer zoeken in de tijd. Want waar uw schat is, het zij in de hemel, het zij op de aarde, daar zal ook uw hart zijn. En het hart is altijd op de schat gesteld. Gelijk iemand schat is, alzo is ook zijn hart. Dat wil zeggen, we zijn erop gesteld om het te hebben. En als, wanneer de schat alleen hier is, hier op aarde, en de ware rijkdom niet heeft, is zijn hart alleen maar aards en vleeselijk gericht. Maar indien zijn schat in hemel is, hemels gericht, zal zijn hart en conversatie in de hemel zijn. Soms kun je merken, ook in gesprekken met mensen, waar hun hart naar uitgaat. Mensen kunnen bijvoorbeeld, zeker in deze tijd natuurlijk, maar er zijn mensen, ja, die kunnen, zeker mannen, kunnen heel erg gefocust zijn op de auto die ze hebben. Ach, die auto jongen, dat is alles. En ze staan elke week te poetsen en te schoon te boenen en weet ik veel meer. En dat is alles waar het hart naar uitgaat. Dat kan dan je schat zijn, dat kan je van God afwenden. Of de caravan, of de boot, of de vakantie, noem maar op. Dat kan ons zo druk maken. Ik lees even Matthäus 6 vers 21. Dat is ook een geweldig mooi bijbelgedeelte. En ik lees graag de versen die daarmee te maken hebben. Matthäus 6 vers 21. Dat is eigenlijk dezelfde vers. Het zegt ook, verzamel geen schatten voor u op de aarde... Maar waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Nou, tegenwoordig hebben we zoveel in huis liggen, dat we ons ook heel veel zorgen over maken. En dus heel veel geld investeren aan beveiligingsapparatuur. Maar ik zeg wel eens, er valt bij mij weinig te halen, want ik heb niet veel. Als ik niet veel heb, dan heb ik niet veel zorgen te maken.
Nou ja, als ze het niet, als ze het wel zouden stelen, nou ja, oké, dan is het zo, weet je. Dan denk ik, oké. Ik ben los van materiële dingen. Ik heb echt dat vaarwel gezegd. Natuurlijk heb ik een televisie in. Want mijn televisie is al wel heel oud. Die heb ik van mijn vader overgenomen toen hij overleden was, een paar jaar geleden. En dat is een oud ding eigenlijk, een klein schermpje. En het interesseert me nog niet. En ik wil niet zeggen dat, ik wil daar niet onverschillig over zijn, maar het is voor mij niet zo belangrijk meer. Dat vindt mijn vrouw wel eens lastig, want ik denk, ja, zelfs nieuwe kleren koop ik niet eens meer. Ik haal het helemaal daar vandaan. Af en toe moet ik wat doen en ik, oh ja, ik moet wat nieuws kopen. Dus ik heb daar geen waarde meer aan. Voor mij is dat allemaal bijzaak. En de Heer zegt ook hier, zoek eerst het Koninkrijk van God. En al uw andere dingen zal je uiteindelijk gegeven worden. En dat zegt het hier ook in Matthäus 6. Verzamel dus geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roesten verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesten verderven en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, hoe doe je dat nou? Dat je dan een schat in de hemel verzamelt. Nou, schat in de hemel verzamelen heeft te maken met het feit dat we ons eigenlijk gewoon Jezus volgen in alles wat wij hebben en wat we zijn en wie we zijn. Dat we alles willen doen ook om Jezus daarin te behagen. En nou, wat ik al zei, voor mij is dat ik dan het evangelie mag brengen, met mensen mag bidden, die mensen tot de Heer mag leiden. En dat we daarmee een schat verzamelen in de hemel. En voor u kan het iets anders zijn. Misschien kan het wel zijn dat de Heer je gevraagd heeft, op je hart gelegd heeft om te dienen tot anderen. Of om je kwaliteiten en je talenten ergens zo in te zetten dat daarmee de Heer gezegend wordt en dat anderen gezegend worden. Daarmee kan je een schat in de hemel verzamelen als het ware. En dat heeft eeuwigheidswaarde. Alles om me heen, weet je, om ons heen, dat kan gestolen worden, dat kan gejat worden, daar kan iets mee gebeuren. En daar kunnen we er zo bezorgd over zijn. Psalm 62 vers 11 zegt, als het vermogen toeneemt, zet het hart er niet op. Dus het leert ook dat het hebben van rijkdom, nou, ik weet niet hoe jullie erbij zit, maar nou, jullie zijn nog jong, maar wellicht dat de Heer je wel iets wil geven. Dus het is niet zo dat de Heer zegt dat rijkdom verkeerd is. Maar als je je hart erop zet en dat je er zo aan vast zit, dat je er niet meer van los kunt komen, dat is wat Psalm 62 zegt, vers 11. Als het vermogen toeneemt, zet het hart er niet op. Dus als je vermogen toeneemt, misschien moet je er wel iets mee gaan doen om te investeren in het Koninkrijk van God. Amen. In Matthäus 19, vers 21 zegt ook Jezus daar tegen hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen. Verkoop wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Dat is het verhaal over de rijke jongeling. En de Heer, hij zegt weer, ja, maar ik heb alles gedaan. Ik heb goed voor mijn familie gezorgd. Ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan. En toch zegt de Heer, maar er is één ding. Weet je, oké, de Heer wist dat hij vast zat aan zijn bezit. Ja. Aan zijn rijkdom. Hij zegt, oké, weet je, verkoop het maar. Laat me zien dan of hij er aan vast zit of niet. Nou, dat was precies wat hij niet kon doen. Hij zat vast aan zijn bezit. Hij zat vast aan zijn rijkdom. En kon dus daardoor de Heer niet volledig volgen. Hebreeën 11, vers 26 zegt, Mozes beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Weet je, Mozes had in Egypte kunnen blijven. In het paleis van de koning Farao. Daar was hij onderwezen. Daar waren alle rijkdommen van de wereld aanwezig. Daar had hij ja tegen kunnen zeggen. Ik blijf hier, want kijk eens wat een weelde allemaal. Maar dat is wat Mozes het niet deed. Hij beschouwde de smaad, hij beschouwde dus... Ja, het Christus volgen van Christus beschouwde hij als groter rijkdom dan wat hij in Egypte had kunnen houden. Ik zou bijna willen zeggen, wat is jouw Egypte? Wat jou vasthoudt aan rijkdom, aan bezit, aan al deze dingen. En nogmaals, ik zeg niet dat bezit slecht is. Ik zeg ook niet dat het niet goed is om dingen te hebben. Maar is je hart erop? Staat je hart erin vast? Je hart heeft te maken met... Je hart heeft verbinding met de schat hier op aarde. En Paulus zegt juist in de Colossense 3 vers 1, een geweldig mooi vers. Zoek de dingen die boven zijn. Want hier beneden is het niet. Strek je uit naar de hemelse dingen. Dat geeft rijkdom. Dat geeft jouw vrede. Dat geeft jouw kracht.
Als de Bijbel schrijft en spreekt over het hart, dan heeft dat te maken met je binnenste, met je wil, met je intenties, met het centrum van wie je bent, met je karakter. En vanuit jouw binnenste komen alle overleggingen voort. En vanuit jouw binnenste kan het zijn dat zich richt op dingen die van de wereld zijn. En dus waar je je meeste waarde aan hecht, dat is jouw schat. Dat waaraan je je tijd, het geld, het meeste aan besteedt, dat kan jouw schat zijn. Ik geloof zelfs, dat zegt de Bijbel ook enigszins, dat zelfs familie, of je vrouw, of je kinderen of kleinkinderen, kunnen je schat zijn. Dat zijn natuurlijk je schatten, omdat je ze lief hebt. Maar kun je ze loslaten? Kan je even vrijkomen? Kan je, als de Heer je echt roept om te gaan doen, iets te gaan doen, wat misschien waar je zelf nooit aan gedacht hebt, kan je daarvan loskomen? Kan je het loslaten? Want sommige mensen zijn zo gebonden aan familie zijn, en God heeft familie gegeven, maar tegelijkertijd zegt de Heer ook van, ja weet je, wie vader en moeder niet achter zich kan laten, kan mij niet volgen. Dat heeft met elkaar te maken. Wat zet je op de eerste plaats? Wie is voor jou het belangrijkste? Als de Heer mij roept om het evangelie te brengen, en toen hij mij iemand op mijn pad bracht om naar Nigeria te gaan, ja, dan ben ik een week van huis. Dan zie ik een week lang mijn vrouw niet. Ik kon er ook niet bellen en doen, want dat kost toch heel veel. En het was echt een stap in geloof. Maar ik moest het loslaten en ik moest gaan. En ik wilde het ook, want ik merkte gewoon, ja, dit is van de Heer, ik moet het doen. Maar als je heel veel zegt, ja, maar thuis is het ongezellig en ja, dan mis ik mijn vrouw of dan kan ik dat niet doen. Nee, daar waar je de Heer je voor roept, daar wil je voor gaan. Ja. Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heer te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Ezra was iemand die had zijn hart erop gezet om het woord van God te leren kennen. Dat heeft te maken met keuzes die we moeten maken. Beslissingen die we mogen nemen. Weet je, de Heer wil ons daarin onderwijzen en ons daarin leiden. Deze wereld, ja, het klinkt misschien natuurlijk, we zijn op deze wereld geplaatst. En God heeft ons een plan met ons op deze wereld. Maar deze wereld heeft ons niet alles te bieden wat wij nodig hebben. En de Heer wil ons gebruiken, hoe jong je ook bent of welke leeftijd je ook hebt. En toen ik 50 was en ik echt de roep van God ervoer, en toen was ik op een conferentie in Zuid-Afrika, in Kaapstad, en had een gesprek met mijn toenmalige voorganger, in een hele radicale conferentie en prediking. En toen zei ik nog tegen hem van, ja, weet je, ik denk dat dit allemaal voor mij te laat is. Ik ben 50, dit is allemaal zo radicaal, dit is niet voor mij, en het lijkt alsof ik gebrainworst word, en ik heb al zoveel stations gepasseerd. Dit is niet voor mij. Toen zei hij, zegt dat niet. Voor God is het nooit te laat. Dus hoe oud je ook bent wie je hier zit, of hoe jong je ook bent, het is nooit te laat. Je bent nooit te jong, je bent nooit te oud voor God. God heeft een ander principe wat leeftijd en tijd betreft. En de Heer riep mij om te gaan. En weet je, dus daarmee kun je dus schatten bouwen in de hemel op een gegeven moment. Maar de Heer wil dus jou en mij gebruiken hier op aarde, maar tegelijkertijd moeten we weten dat het uiteindelijk ons leven niet alleen bepaald wordt door wat er hier gebeurt. Colossenzen 2 vers 3 zegt namelijk dit, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Wanneer we Gods woord leren, en God wil het ons openbaren, dan ga je zien welke schatten daarin zitten en welke schatten er in Christus zijn. Amen. Weet je, in hem is alle wijsheid. In hem is alle kennis. In hem is alles. Ja, weet je, het is heel simpel eigenlijk. Hij weet dat je hier zit. Hij weet wat je hoort. Hij weet wat je toelaat. In je gedachten, in je hart, wat er nu gesproken wordt. Hij kent al je gangen. Hij kent de gedachten van verre. Hij weet nu al wat jij morgen gaat denken. Dus in hem zijn alle schatten en wijsheid en kennis verborgen. En daarom is het goed om hem te kennen en ons te richten op hem. En wat onze zuster vanmiddag ook zei, als we dingen op ons pad krijgen, weet je, vraag de Heer. Heer, is dit van u? Moet ik dit wel doen? Moet ik wel deze activiteit ontwikkelen? Moet ik wel deze stap zetten? Heren,
Durven wij en zijn wij bereid om te bidden, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Amen. Weet u, dat is een heel diepgaand gebed, hè? Want Jezus deed alleen maar de wil van de Vader. Maar kunnen we dat gebed bidden? In 1 Korinthe 2, of 1 Korinthe 1, vers 24 zegt Paulus: maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Het is dat we Christus in ons hart meedragen. Dat we daarin het Koninkrijk van God zoeken. Het Koninkrijk van God zoeken is ons focussen op Hem, ons richten op Hem, met de dingen van Hem bezig zijn. En al die dingen eromheen, als eten en drinken en kleding, echt, die komen best wel in orde. En dat is ook wat ik zelf heb moeten leren en mogen leren. Op het moment dat ik steeds meer in geloof ging uitstappen, even stappen van geloof ging zetten, heb ik mogen ervaren dat God werkelijk voorziet. En God wil ons allemaal dat soort geloofservaringen geven. Hij voorziet dan financieel. Er waren momenten dat wij even wat krap zaten en dat er op een gegeven moment gewoon geld in de brievenbus lag. En we wisten niet waar het vandaan kwam. En ook niet zo lang geleden hebben we nog weer een hele mooie gift mogen ontvangen, gewoon ter ondersteuning en bemoediging. De Heer die voorziet daarin. En we hebben te eten en te drinken. Toen de Heer mij riep en dat bevestigde, toen werd ik wel heel erg sterk bepaald bij wat Paulus zei tegen Timotheus in de brief van Timotheus: laat een dak boven uw hoofd, een onderhoud, levensonderhoud, u meer dan voldoende zijn. Met andere woorden, maak je wel eens niet druk over wat er daaromheen moet plaatsvinden. En weet u, we zijn eigenlijk zo rijk. Ook wij, ook ik rijd nog steeds een auto. Ik heb gewoon een huis. Ik heb wel mijn koophuis verkocht om in een huurhuis te komen wonen. Had ik nooit gedacht dat ik dat kon, maar dat kan ik uiteraard ook wel met de Heer. Ik woon nu ergens op een plek waarvan ik alle dag, daar ga ik nooit wonen. Ik had een hele goede topbaan. Ik had een huis van 2 onder 1 kap, met een oprit en alles erbij. Mooie leaseauto. Maar op een gegeven moment merkte ik, nou, de Heer heeft me geroepen en ik heb alles losgelaten. En aan de Heer gegeven, nou, oké, dan gaan we ons huis verkopen. En na 5 jaar verkochten we ons huis. En ik reed altijd voorbij een flat bij ons in Hilversum, waar ik woon. En ik dacht, een flat zou ik niet willen wonen, hoor. En nu woon ik echt op de plek waar ik... Ik wil niet wonen. Weet je? En ik woon er heerlijk, want ik heb geen zorgen over het onderhoud van een koopwoning. Ik heb geen zorgen over als er iets stuk is. De Heer voorziet en het wordt geregeld. Dat is zo heerlijk, dat is zo lekker ontspannen. En ik heb plek genoeg. Ik heb geen tuin, maar ik heb een groot bos achter mij. Ik heb de hei achter mij. Hoeveel tuin heb ik nodig? Ik heb geen tuin nodig. Heb ik ook geen onderhoud nodig. Halleluja. Ik hoef naar buiten te lopen, ik ben op de hei. Man, genieten. Halleluja, dat is zo geweldig. De Heer is goed. Maar soms denken wij beperkt in ons menselijk denken, nou, dat wil ik niet, hoor. Nou, waarschijnlijk wil God het net wel. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Weet je, en dat is zo bijzonder in het wandelen in het volgen van de Heer. Het Koninkrijk der Hemel is ook gelijk aan een schat. En dat is wat de Heer wil zoeken. Als wij het Koninkrijk zoeken, dat is gelijk aan een schat. Want alles is in Gods Koninkrijk aanwezig. Dat is wat ik al zei net. Het gebed, als de Heer zegt in de Bijbel, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer en doe de deur op slot en zoek mij in het verborgene, opdat ik het in het natuurlijke, in dagelijks zal terugbetalen, als het ware. Ik zal je het vergoeden. En waarom? Omdat binnenkamer is in het Grieks voorraadkamer, een voorraadschuur. Dus je moet je zo voorstellen, je gaat als het ware jouw gebedskamer in. Ik hoop echt dat u thuis een eigen plek hebt waar u zich terug kunt trekken. Ik kan dat gelukkig doen. Ik heb een eigen plek. Het is een logeerkamer, annex, gebeds- en studieruimte voor mij. Af en toe komen mijn kleinkinderen logeren, maar ja, dus meestal niet. Dus ik heb die plek echt voor mezelf. En ik doe de deur echt dicht en ik trek de deur en ik ga bidden. En in die voorraadkamer, in mijn tijd van gebed, daar is alles aanwezig. Het is als het ware als een graanschuur, zegt het Hebreeuws. Dus de Heer wil je geven wat daar voorradig ligt. Zegt het ook, Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een schat. In de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Die akker was zo belangrijk, want daar zat een schat in. Het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God zoeken is zo belangrijk, want daar zit de schat. Dat is de schat op zichzelf.
En dit Bijbelgedeelte verwijst naar Filippenzen 3, vers 7, waar Paulus zegt: maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Alles wat hij deed voordat hij Christus Jezus ontmoette op de weg naar Damascus, was hij religieus bezig. Hij vervolgde de christenen. Maar uiteindelijk, God sprak hem aan en hij ontmoette Jezus op de weg naar Damascus. En alles wat hij daarvoor deed, heeft hij als schade beschouwd en als niet nuttig beschouwd. En wat voor hem winst was, dat deed hij door eigen kracht, heeft hij dus achter zich gelaten. En dat is zo bijzonder mooi. Dat is het zoeken van Gods koninkrijk. En Paulus had ook niet allemaal rijkdommen. En soms had hij geen financiële ondersteuning vanuit de gemeentes. En die ging hij even tijdelijk zijn tenten maken. Want dat was tenten maken van beroep. En dan ging hij eventjes die tenten maken. Maar hij had ook geen makkelijk leven, werd vervolgd en alles meer. Maar het was rijker en waardevoller dan elk materieel ding wat hij misschien had kunnen krijgen of had kunnen hebben. En als laatste wil ik lezen. Geweldig mooi dat de Heer mij daar ook bij bevestigde. En we zongen daar net eigenlijk over. Jesaja 55 vers 1 tot 7. Want daar heeft het eigenlijk ook alles te maken met, ja, weet je, naar de Heer gaan. En ook dat geeft ook aan wat de Heer aan jou en mij wil geven. Als je zoekende bent. Jesaja 55 vers 1. Ik ga even te ver door. Even een stukje terug. Jesaja 55 vers 1. En daar staat dit. Dat is de uitnodiging tot het heil. Maar ik wil daar iets op ingaan om te laten zien wat het koninkrijk dus eigenlijk betekent. En er staat deze geweldige uitnodiging. We hebben net gezongen eigenlijk een stukje ervan. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Nou, het Bijbelgedeelte wat we net gelezen hebben, ging over het zoeken van Gods koninkrijk. Waar alle rijkdommen zijn, waar de Heer zegt, wees met mij bezig en ik zorg voor jou. Eigenlijk zegt hij dat hier ook, kom en eet. Koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Weet je, alles wat de wereld je bieden heeft, dat verzadigt niet. Want ja, morgen koop je een mooi horloge. En op een gegeven moment komt er weer een hele dure uit en die is nog weer mooier. En die zegt, oh, die wil ik ook wel hebben. En dan gaan we daarvoor sparen. Het verzadigt niet. Het geeft je geen rust. Het geeft je geen vrede. Morgen heeft iemand de buurman een mooiere auto dan jij. En ja, dat is toch wel mooi, die auto. Oh, geweldig. Misschien moet ik ook harder gaan werken. Dan kan ik ook die auto kopen. Maar het verzadigt niet. Ja, die heeft een hele mooie elektrische fiets. Ja, en zo wat? Mevrouw zegt, moet je ook geen elektrische fiets? Nee, ik hoef geen elektrische fiets. Laat mij maar zelf fietsen. Dat is goed voor me. Zij heeft een elektrische fiets. Omdat ze een beetje versleten knieën heeft. Nou, prima. Niks mis mee, maar zolang ik het niet nodig heb, ga ik het niet kopen. Niet omdat het heel veel overdreven weelde is, maar ja, ik hoef niet altijd mee te gaan met wat de wereld me biedt. Daar zit mijn identiteit niet, daar zit mijn belang niet, daar zit niet, weet je, de Heer zegt, zoek het koninkrijk. En daarom zegt hij, o alle dorstigen, kom tot de wateren en u die geen geld hebt en kom. Eigenlijk zijn er zoveel mensen in de wereld zo dorstig, maar ze zoeken het in de wereldse dingen. Die niet verzadigen kan. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Wauw, maar dat is een andere overvloed. Dat is een geestelijke overvloed. Neig uw oren en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. De Heer wil dat onze ziel leeft en niet allemaal bezig is met alle omstandigheden. En dingen die ons afleiden van de Heer. Een nog duurdere computer, een nog grotere tv. Ja, oké. Okay. Ja, morgen komen er inbrekers in die steden. Ja, en dan zijn we verdrietig. En dan denken we, oh nee. Hè. En dan moet ik allemaal verzekeringen voor afsluiten. Noem al die dingen maar af. En ik zeg niet dat het slecht is, maar ze eerst zegt, zoek het koninkrijk. Ja, ik ben er heel eenvoudig in die dingen. Hoor. Zie, ik heb gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieden van de volken. U zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Nou, vers 6 zegt dan, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Zoek de Heere, roep hem aan in jouw nood, in dat wat je nodig hebt. O, en ieder die dorst heeft.
En uit de hele context van Jesaja 55 blijkt dat het water, de wijn, de melk allemaal symbolen zijn van geestelijke zegeningen. Bij God zijn alle geestelijke zegeningen aanwezig. Zo duidelijk als ze zijn, bijvoorbeeld in Johannes 4 vers 10, waar het spreekt van de vrouw bij de put waar ook het water wordt gegeven. En zo zijn er vele bijbelteksten waar de Heer spreekt over dat wat hij geeft. Die vrouw komt bij de put en ze krijgt het levende water. Het woord kopen is elders beperkt tot de aankoop van koren. En het zou niet terecht zijn, gebruikt zijn voor wijn en melk. De uitnodiging is gericht als op een toon van medelijden tot de beroofde en bedroefde van Jesaja. Dus dat we dus gericht op dat de Heer eigenlijk zegt, joh, je hebt zo'n dorst. Maar die dorst kan alleen ik lessen. Alleen die dorst kan je bij mij als het ware vervullen. Het is ook een aansporing tot een spiritualiteit, een geestelijke wandel met de Heer en bekering. En de profeet Jesaja gaat van het ideaal naar het heden. Van de glorierijke toekomst naar het onbevredigende heden. Het volk is niet rijp voor de zegeningen van het Messiaanse Koninkrijk en waardeert ze niet voldoende. En daarom wordt een tedere vermaning tot hen gericht door God zelf, die hen uitnodigt geestelijk gezinder te worden. En aan de gehoorzamer worden nieuwe beloften gedaan. Als we gehoorzaam zijn aan Gods woord, krijg je een nieuwe belofte. Weet je, er is wijn, er is water, er is melk en honing bij de Heere. Er is geestelijke rijkdom bij de Heere. Komt en koopt alle gij dorstigen. Komt tot mij, zegt hij. En laat je hart naar mij uitgaan. En niet gericht zijn op de wereldse dingen. Op de dingen die niet bevredigen kunnen. Natuurlijk, we zijn hier en we moeten gewoon onze ding doen. En dat is goed. Maar laat je hart er niet op gericht zijn. En laat het je niet binden in je hart. Maar wees vrij om te doen wat de Heer met jou wil doen. Misschien zijn hier wel mensen die een roep hebben of een roep krijgen. Om iets speciaals in de Heer zijn koninkrijk te mogen doen. En dat je dan ook weet, oké, ik kan alles loslaten. Wat de Heer wil dat ik loslaat. De uitroep van onze Heer op de laatste dag van het Loofhuttenfeest is hier duidelijk een echo van. Wijn en melk. Het zijn geen symbolen van wereldrijke zegeningen zoals velen hebben gedacht. Wijn, water en melk zijn figuurlijke voorstellingen van geestelijke opwekking, herschepping en voeding. Zonder geld en zonder prijs. Gods geestelijke gaven worden vrijelijk aan de mensen gegeven. Ze kunnen niet worden gekocht namelijk. Het wordt aan God door ons gegeven. Hij is een gevende God. En daarom gaf hij ook zijn Zoon, Jezus Christus. En dat is de grootste rijkdom die we konden ontvangen. Weet je, en ja, ik hoop dat je die God die jou wil zegenen, elke dag wil zegenen. Het feit dat je hier zit, ben je gezegend. Het feit dat we gezond zijn, dan ben je gezegend. Het feit dat de Heer jou te eten en te drinken geeft. Dat je een opleiding kunt doen, of dat je werk hebt, of dat je nu mag genieten van je pensioen. Dan ben je gezegend. Dat is er allemaal aanwezig. En de Heer heeft dat voor ons bewerkstelligd. En daarom ook deze uitnodiging vanmiddag. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U en u die geen geld hebt, kom, koop en eet. En weet je, zoek het koninkrijk. Laat je hart niet vastzitten op deze wereldse dingen. Als er dingen zijn in je leven waar je juist mee worstelt, waar je misschien moeilijk van los kunt komen. Er kunnen allerlei dingen zijn. Weet je, dan kunnen we straks tijd nemen van gebed. Dan kunnen we de Heer gaan zoeken en wil ik zeker met je bidden. Als je een vraag hebt of wat je iets bij de Heer wil beleiden. De Heer meer wil ervaren in je leven, weet je, dan kunnen we daarvoor bidden. Laat het niet aan je voorbij gaan. Als je de Heer nog nooit echt bewust een keuze hebt gemaakt, zeg je, Heer, oké, je kunt hier zitten. Maar je kan 80 jaar in de kerk komen en toch Jezus niet kennen. Dus als je hier zit en je hebt nog nooit bewust die keuze gemaakt. Oké, maar nu, ja, ik ervaar het. Nu is mijn tijd dat ik mijn hart en mijn leven aan Jezus wil geven. In al zijn volledigheid. Weet je, kom naar me toe. Dan gaan we bidden en breng je bij Jezus. En dan mag je Jezus ontvangen en zijn rijkdommen en zijn zegeningen. Amen. Halleluja. Amen.